Dankjewel Jonathan Lejar voor het leuke idee. We hebben geprobeerd om iets minder schade aan te richten. Maar goed, dames en heren, het is een ongelooflijk feest op dit moment. Waarom? De film Dr. No kwam 50 jaar geleden in de bioscoop. 50 jaar geleden dat Ursula Andress in haar bikinietje met haar schelpje en haar dolk uit het water kwam. Oh, dames en heren, het is feest vanavond. Echt waar. We gaan dat vieren. En hoe gaan we dat vieren? We hebben Vlaamse topartiesten die onder begeleiding van het Brussels Philharmonic en maestro Dirk Brosset de overbekende James Bond songs gaan brengen. Speciaal voor u. Het wordt groots, dat beloof ik u. Laat ons onmiddellijk beginnen met misschien wel de beste en de meest verkochte of meest bekeken James Bond film aller tijden. Thunderball. 140 miljoen mensen zijn gaan kijken. Tom Jones heeft het nummer Thunderball geschreven. En een klein detail, hij is bij het inzingen van de laatste noot flauwgevallen. Is er een dokter in de zaal? No, spijtig. Heel veel succes, Pieter Embrecht.
come true. Je ziet de film voor je, je ziet het blauwe water, de vrouwen, de wagens, James Bond. Prachtig. Noémie Wolff doet me trouwens ook een beetje aan Moni Penny denken. Zo dat onschuldige. En You Only Live Twice is de enige film dat James haar niet met Miss Moni Penny aanspreekt, maar gewoon Penny. Ik vind dat sympathiek. En nu Goldfinger. $3 miljoen heeft hij in der tijd gekost. Hij heeft er toen $125 miljoen opgebracht. Ja, dat noemen we een topfilm. $125 miljoen om in de sfeer van de film te blijven, dat is 2 ton puur goud. Daarmee kunnen we u allemaal hier in de zaal een mooi gouden koesje geven. Het origineel is van Shirley Bassey. Vanavond is Goldfinger helemaal van Lady Lynn. Perfect, ze is gewoon Shirley Bassey. Op een bepaald moment zegt James Bond in de film Goldfinger: een Dom Pérignon champagne drinken boven 3 graden Celsius is even slecht als luisteren naar de Beatles zonder oordopjes. Zegt hij echt in de film. Paul McCartney kon ermee lachen, want schreef het nummer bij Live and Let Die in 1973. Dat hoort u trouwens straks nog in een versie van Sioen. Maar eerst Tomorrow Never Dies. Het origineel van Sheryl Crow. Vanavond hoort u de versie van Lola.
job to do, you gotta do it well. You got to give the other fellow zinnetje valt niet. En het is de favoriete Bondfilm van Lois Maxwell. En dat is Miss Moneypenny. Ook de favoriete film van de enige echte Sean Connery. The one and only James Bond, laat ons eerlijk zijn. Wist u trouwens, dit is een beetje gênant voor meneer Connery. Wist u dat hij al zijn James Bond rollen in elke film gespeeld heeft met een haarstukje? Maar we houden het stil. Hij is zeker niet minder man. From Russia with Love. Door Paul Michiels. From Russia.
Dames en heren, daarnet hoorde u al Tomorrow Never Dies gezongen door Lola. Dat lustte u wel aan uw applaus te horen. Wel, die film, tijdens de aftiteling hoor je nog een ander nummer. Surrender heet dat. En dat hoort u nu in de versie van Jasper Steverling.
to a bill. Straffe gast. Dames en heren, Shirley Bassey is nog een andere Bond-legende. Ze heeft 3 nummers gezongen. Goldfinger, dat hoorde u al. Moonraker krijgt u niet te horen, waarvoor onze excuses. Maar Diamonds Are Forever, dat krijgt u wel te horen. En wie zingt het? Marie Doorn. The one with the gold.
Ja, maat. De eerste rij leeft nog. Oké, fijn zo. Dames en heren, de film GoldenEye heeft een paar primeurs. Het was de eerste keer dat Pierce Brosnan James Bond speelde. Het was de eerste keer dat een vrouw M speelde. M, de baasin van James Bond. En het was de eerste keer dat ik iemand zag gewurgd worden met twee dijbenen in een film. Privé komt dat geregeld voor. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Het nummer GoldenEye zou normaal gezien door de Rolling Stones ingespeeld of gezongen worden. Maar die bedankten voor de eer. Godzijdank, want Tina Turner nam over. Ja, en als je die naam ziet staan op een lijstje, dan denk je, wie kan Tina Turner zingen? Natalia! Surface in every shadow.